Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Ik heb behoorlijk wat te melden, want er gaat behoorlijk wat veranderen op de weerkaart. Op de situatie van vanmiddag 1 uur zien we een lage drukgebied in de buurt van Noorwegen liggen. Dat lage drukgebied trekt heel langzaam richting het noorden van Noorwegen en daardoor komt er aan de achterzijde ruimte voor de aanvoer van koudere lucht. De temperatuur gaat daardoor dalen in Nederland, maar ook in het Alpengebied. En de overgang gaat daar gepaard met behoorlijk wat sneeuwval. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde en ook in de Franse Alpen. En dat wisselvallige weer dat zien we ook terug als ik de boel in beweging zet. Het lage drukgebiedje trekt richting Lapland en we zien dat het stevig sneeuwt in de, in de Alpen. Paarse kleuren, dat is zware sneeuwval zaterdag. En iedereen die die kant op gaat rijden, die krijgt het lastig. Bij ons zien we ook af en toe wat neerslag passeren. En de grote vraag bij ons is: is het sneeuw of is het regen? Want de temperatuur van de atmosfeer zit bij ons exact op het randje. Wordt dus spannend, vooral zondag. Maar eerst nog even het Alpengebied. Daar gaat het morgen echt langdurig sneeuwen. Iedereen die erheen wil rijden, ontraad ik het eigenlijk. Je kunt veel beter op zondag gaan rijden. Dan is het sneeuwgebied grotendeels weg. En als je naar huis wil, ja dan wordt het ook lastig. In het zuiden van Duitsland en ook in de Vorgezen en de Ardennen wordt het waarschijnlijk ook wit. Dus niet alleen de berg uit heb je last van de sneeuwval, maar ook onderweg. Hoeveel gaat er dan vallen? Dat is nog een beetje onzeker. 20 tot 50 centimeter is uh, vrij zeker voor een groot deel van het Alpengebied. En de meeste sneeuw wordt in dit deel verwacht. Dus in uh, Zuid-Tirol en de Dolomieten. Daar kan het zelfs oplopen tot bijna 100 centimeter. Dat dan niet alleen op zaterdag, maar ook nog op zondag. Aan de noordzijde valt zo'n 10 tot 20 centimeter. En overal wordt het kouder. Dus uiteindelijk gaat het tot in de dalen sneeuwen. Kijken we naar zondag, dan zien we het sneeuwgebied langzaam oostwaarts wegtrekken. En vooral in de Franse Alpen wordt het dan al een schitterende dag. Heerlijk om te genieten van de verse sneeuw. Snel terug naar Nederland. Vannacht hadden we brede opklaringen. Er zat nog veel bewolking boven het zuidoosten van het land. En als ik dit in beweging zet, dan zie je dat de bewolking vanuit het zuiden langzaam wat toeneemt. En dat we vanaf de Noordzee te maken krijgen met een enkel buitje. Heel veel zal het niet voorstellen, maar we moeten er wel rekening mee houden. Vanmiddag langs de westkust, dus kans op een bui. Elders wolkenvelden. Voor een deel zijn het ook sluierwolken. En de zon, ja, die wordt getemperd. De meeste zonneschijn hebben we vanochtend. Temperaturen 7 à 8 graden. En de wind, die neemt af naar 2 tot 4 bol Vanavond zijn er dan in het binnenland nog steeds opklaringen. Daar koelt het snel af, naar zo'n 2 à 3 graden. Aan zee kan nog een enkele bui vallen. Heel veel stelt het niet voor. In de nacht neemt de buigheid waarschijnlijk toe. Dan kan er misschien ook wat natte sneeuw bij zitten. En dat trekt dan langzaam oostwaarts. Dan het weer voor morgen overdag. In de ochtend... Nog hier en daar wat lichte winterse neerslag, waarschijnlijk vooral in het zuidoosten en oosten. Daarna krijgen we een flinke zonnige perioden. En aan het einde van de middag en in de avond komt er vanuit het westen nieuwe neerslag aan. En ook dat bevat een winterse neerslag. Dus zowel regen als sneeuw, misschien een enkele keer ook hagel. Tijdens die zonnige periode in de middag staat er niet al te veel wind en wordt het zo'n 5 graden. En uiteraard als er neerslag valt, dan is het kouder. Dan komen we bij de verdere vooruitzichten, en dan met name de zondag. Erg lastige verwachting. Zoals ik al zei, we zitten op de rand van regen of sneeuw. Er zijn modellen die met 5 centimeter, misschien zelfs 10 centimeter sneeuw komen. Er zijn ook modellen die het gewoon lekker laten regenen. Temperaturen van zaterdag of zondag rond het vriespunt. Dus de kans op gladheid is erg groot. En in de loop van de dag moet de temperatuur dan een paar graden gaan oplopen. Maandag misschien nog een enkele sneeuwbui. Hier en daar ook wat regen erbij. Temperaturen overdag weer een paar graden boven nul. En dinsdag wordt het dan grotendeels droog. Heel misschien aan zee nog een enkel buitje. Dan nog even de verdere vooruitzichten. Nou, de temperaturen gaan duidelijk naar beneden. We komen in een uh, periode terecht met elke nacht eigenlijk wel nachtvorst. En overdag lichte door. Kwakkelweer zou je kunnen noemen. Of vrijwel normale temperaturen. Eigenlijk zitten we iets onder normaal. En uh, ja. Daar moeten we het dan mee doen. Het lichtwinterse weer houden we de hele volgende week en hoe het daarna verloopt is nog onzeker. Ik wens u een fijne dag, een heel goed weekend en houden de weersverwachting voor zondag dus goed in de gaten.